We hadden vaak voor de aanslag in Brussel, had je bijvoorbeeld verscherpt rijdentoezicht, dus extra politie, auto die voorbij komt. En dat is sinds gisteren is het ook statisch geworden, dus permanent daar iemand die oplet, of ja, meerdere mensen van de politie. De Joodse instellingen zijn blij dat het besluit tot extra toezicht eindelijk genomen is. Hoewel er dus geen directe dreiging is, maken ze zich wel grote zorgen. De aanslag die in Brussel is geweest, het komt ineens wel heel dichtbij. Brussel, in Parijs is wat gebeurd. En wij in Amsterdam waren ook behoorlijk verontrust. U denkt dat het nodig is? Ik denk helaas dat het nodig is. We willen het niet, liever niet, maar we moeten het doen. Wat ik hoor is, mensen zijn absoluut niet angstig of bang. Maar ze zijn wel op hun hoede en ze maken zich wel zorgen over dat opkomende extremisme van die Syriëgangers en het onvoorspelbare daarvan. En, dus mensen die praten er wel over. En niet alleen in de Joodse gemeenschap wordt er over gepraat. Nu het extra toezicht ook zichtbaar wordt in de stad, zoals hier in de rij bij het Anne Frankhuis, houdt het ook daar de gemoederen bezig. Nou ja, het lijkt me verstandig. Ja, als er wel wat gebeurt, dan voor de veiligheid van de mensen komen zoveel mensen. Dan denk ik dat dat wel verstandig is. Het is wel naar dat het moet. Nou, if it's necessary, then that's what they should do. They're obviously well better informed than we are, but it's better to be safe than sorry. I think it's probably generally a good idea if they feel that there's an actual threat. It's better to be safe than sorry, and it's good that they're at least trying to be proactive about it. Momenteel draait de gemeente nog op voor de kosten, maar Van der Laan wil erover in gesprek met het Rijk. Met de Joodse instellingen heeft hij afgesproken dat de beveiliging blijft zolang dat nodig is.